Tina Nijkaamp heeft in een column gepleit voor een terugverhuizing van de programma's Kassa en Radar naar NPO 1, nadat ze werden gedegradeerd naar NPO 2 en de kijkcijfers aanzienlijk daalden. In haar betoog in de Telegraaf bekritiseert ze de onduidelijke redenen achter de verhuizing en noemt het een vergissing gezien het grote aantal kijkers. Antoinette Herzenberg, presentatrice van Radar, bevestigt dat ze de column heeft gelezen en deelt de zorgen van Nijkaamp. Tijdens een gesprek in Humberto Tan's talkshow erkent Herzenberg de impact van de verandering op de kijkcijfers en uit haar teleurstelling over de huidige situatie. Ze benadrukt dat de kijkers van Radar als te oud worden beschouwd, wat ze betreurt. Hoewel Herzenberg de oproep van Nijkamp ondersteunt, uitsaart twijfels over de effectiviteit ervan. Ze vreest dat er weinig zal veranderen, ondanks de oprechte wens om de programma's terug te brengen naar NPO 1. Herzenberg onderstreept het belang van het uitzenden van zinvolle programma's op het hoofdpodium van de publieke omroep en betreurt het verlies van kijkers na de degradatie van radar naar NPO2. De presentatrice benadrukt de waarde van het vroegere succes van radar met 1,5 tot 1,6 miljoen kijkers en wijst op de pijnlijke afname van kijkcijfers sinds de verhuizing naar NPO2. Ondanks haar bezorgdheid en ongenoegen, Blijft Herzenberg sceptisch over de mogelijkheid van een verandering in de huidige situatie en benadrukt ze dat de kijkers van Radar ten onrechte worden afgeschreven vanwege hun leeftijd.